Zoals je ziet, ik hoef er geen 100 meter voor te varen om vuil in de grachten tegen te komen. En ik kan er bij langs varen en zeggen, nou, het zal mijn worst wezen. Of ik doe er wat mee. Ik heb voor het laatste gekozen, al jarenlang. Het doet me pijn, het doet me verdriet. Je gaat niet zo om met je omgeving. Die gaat natuurlijk apart, dat is nog geld waard. En dat zou ook wel heel veel problemen, denk ik, schelen. Als, net als in andere landen, blik en ander afval geld waard zou zijn. Dan zouden er in ieder geval al meer mensen zijn die het zouden willen opruimen. Vetflesjes. Onze grote vriend Haribo. Ja, het liefst zou ik dus nu naar boven lopen en de rest ook allemaal pakken. Daar kom ik niet meer aan het kanaal schoonmaken toe. Ik moet op een gegeven moment ergens de grens trekken tussen waar ben ik mee bezig. Kort geleden stofzuiger, inclusief slangen en snoer. Een grote fortuin. De nodige fietsen. Maar een complete pallet. Hoepzakjes. Sommige dingen wil je niet weten wat erin zit. Iemands grap. Een sok om een flesje. Nou, die kan nog afgevuld worden, dus die hou ik apart. Eigenlijk de meeste zakken die ik vul, die heb ik gewoon zelf in het water gevonden, net als deze. En heel veel mensen denken, het is maar één stukje. Eén peukje, één stukje plastic. Ja, we leven met 7 miljard mensen. Dus die ene stukje is gewoon al 7 miljard stukjes per dag. Kijk naar andere landen waar het niet zo actief wordt gedaan. En helaas liggen die landen helemaal te verstikken in hun eigen vuilnis. Dat zag je niet, hè? Ja, ik kan inderdaad er echt van genieten. Dat is voor mij ook een beetje een speurzoekactie. En ik hoef maar een beetje om me heen te kijken. En ik zie al wat in de verte wat gewoon net niet klopt met de rest. En dat is voor mij al genoeg aanleiding om te denken van, nou, of het is een takje of een blaadje. Maar waarschijnlijk is het plastic of iets dergelijks. Dus dan verleg ik mijn koers. En ja, als ik dan weer gescoord heb, dan ben ik blij. Tuurlijk. Ik ben nog blijer als ik helemaal niks tegenkom. Want dat betekent dat het een keer schoon is. Maar het is ook leuk om gewoon te scoren. Ja, zeker weten. Mijn vader zei ooit op vakantie, laat altijd alles schoner achter dan dat je gekomen bent. En dat heb ik er nog steeds in gehouden. De grootste reden waarom ik mijn t-shirt heb af laten drukken, is om vooral hier bijvoorbeeld in de Oosterhaven. Kom ik zo dicht bij andermans schepen en dan zie je ze denken van ja, wat moet je hier bij mijn schip te doen? En om dat te voorkomen heb ik achterop Don't Worry neergezet en dat ik alleen maar met vuilnis bezig ben. Hier zijn ze duidelijk weer aan het lachgas geweest. Als het een feestballon was geweest, dan was hij dichtgeknoopt, maar er zijn ballonnen met de rand nog open. Dus die zijn alleen maar gebruikt om een beetje verkeerde zuurstof in je hersenen te krijgen. Ik kan niet goed begrijpen dat bewoners van mijn boot dit voor een raam laten drijven. Ligt het aan de mens zelf, ligt het aan de student, ligt het aan de mening, ligt het aan degene die het weggooit, ligt het aan degene die het produceert, ik weet het niet meer. Ik wil ook helemaal niet vinger wijzen. Ik vind het alleen, het valt me alleen op. Vingertje wijzen wordt er al genoeg gedaan in de wereld. Ik wil gewoon meer actie en gewoon doen. En zorgen dat het wat ik tegenkom wegkomt. Extreem, hè? Ik had het laatst met een binnenvaartschipper.
Ik zag de vrouw, de schipper, zag ik aan boord stappen. En vlak voor nog even het hondenzakje overboord. Tussen wal en schip. Ik heb het gevonden, ben ze achterna gevaren en ik heb het zo tegen hun eigen stuur weer omhoog gesmeten. Mooi. Anderhalf uurtje varen. En dit is de buit voor vandaag.